De 200 psychiatrische patiënten op Groot Lankum in Franeker kunnen weer op het eigen terrein geld opnemen. De Frieslandbank hield altijd zitting in een gebouwtje op Groot Lankum, maar dat is afgelopen juni gestopt. De patiënten die vaak moeite hebben met het omgaan met geld moesten de stad in. Die ligt 2 tot 3 kilometer afstand van het psychiatrisch ziekenhuis. Nou komen ze bij hem, hè? Ja, dat is wel makkelijk. Maak je nu weer gebruik van de service van binnen hier in het gebouw? Ja, dat denk ik, ja. Maar daar ben ik toch mee opgehouden. Manager Wim Timmermans van GGZ Friesland ondernam actie richting de bank en die hapte toe. Met ingang van 2009 komt de bankbus elke woensdagochtend een uurtje op het terrein staan. Meneer Timmermans, we zitten hier in een mobiele bankbus. Ja, dat klopt. Dat is de bankbus van de Frieslandbank die hier 1 keer in de week op ons terrein komt. Op het terrein van de GGZ Friesland in Frentjer. Vergeet het dus weer zitting in het gebouw? Ja. Verleden die juni kwam de Frieslandbank hier in een gebouwtje bij ons. Die hier de zitting. En die deelde dan contant geld uit aan allerlei mensen die hier op dit terrein opnaam zijn of die hier verbleven. En ze binnen mij stopt, omdat ze voelen dat het net meer bij deze tijd werd om op die manier geld om mensen te gaan. Ja, en dat wie dus voor u is een groot probleem, want we toch, ja, hoe mat dat nou? Maar we joegen er net wel gelijk. He, het jet net meer bij deze tijd dat iedereen 5 euro, 10 euro, 15 euro krijgt. Mensen maar dat zelf pinnen kennen. Toen houden we met de familieraad van de GGZ Friesland en ikzelf lezen de advertentie in de Leeuwarde kranten waarin stier de Frieslandbank is voor alle Friezen. Houden we een brief weer opgesteld en al heel gauw kwam de reactie van de Frieslandbank. Van de heer Koehoorn is een van de directeuren daar. En die zei, nou dat moeten we oplossen kennen. En toen is besloten dat ze met de bankbus komen 1 keer in de week. En mensen kennen hier pinnen. En ze kennen hier ook wat bankzaken doen. Dus we zijn 10 gewies mee. En de patiënten vanzelf ook. Maar nou hoef ik niet naar de staat. Dat is 3 kilometer fietsen. En ik heb het aan mijn hart. Hartpatiënt. En dus ik fiets een hoop. Maar nou kan ik hierheen. En hoef ik niet helemaal naar de stad te fietsen. Want het is van hier naar Franeker. Nou, tot 3 kilometer. En sinds dit hier is, ja, is makkelijk. Pinnen? Maar kun je ook andere dingen doen hier? Pinnen? Nou, kijk, andere dingen die door de verpleging of... krijg brieven thuis. Dit is jouw eerste keer in de bankbus? 12 keer. Twaalf keer dat ik pint. Ik ga al de stad in. En ik ga van hekel om de stad in erin. En dit vind ik wel makkelijk. Dat pinnen, slag dat direct? Dat slag het... Voor de meeste mensen slag het dat net direct, nee. Die moeten hulp hebben, die moeten dat leren. Ja, want als je nooit van een pinpas jet hebt of de pins nooit, ja, dat moet leren. En in deze bus kunnen ze dat leren onder begeleiding van een medewerker van de Frieslandbank of van een verpleegkundige die met de patiënt en mij gaat. Maar je moet er wel precies op oren en tijd, hè? Dat is helemaal niks. Jong en oren, dan ging ik naar het zondagsgebouw en hij is mooi op tijd, ja. En ik pin 2 keer in de week, omdat... Mijn centen dan komen en woensdag mensen krijg ik therapiegeld van dat zondagsgebouw. Daar werk ik arbeidsmatig. Ik rook. En ik heb de check voor. Dan komt de bus hier op Waasje te morgen aan werken. Is dat voor iedereen te doen? Dat is, het is wat een moeilijke tijd. Dat houden we ook wel eens in de Frieslandbank zijn. Hè. Mensen die ben correct met de dij begon. En het zoeken schikter werd dat het betiet in de midden gebeuren zo. Maar daar houden we het over Jellius even evalueren of even rompjes hoe het bevallen is. En dan misschien kennen het dan wel. Maar dat zijn we met hun hoe lissen. Maar je bent in ieder geval heel blij mee. Wij zijn er hartstikke blij mee.